Zonne-energie, elektrisch rijden en producten die zijn gemaakt op basis van gewassen en niet op basis van aardolie. Dat zijn de drie speerpunten in een energieplan van de provincie Brabant, de Energieagenda. Daarin staat wat de provincie de komende 10 jaar gaat doen aan het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie. De Energieagenda draait om 3 onderwerpen. Zonne-energie, elektrisch rijden en de biobased economy. En wat doet u daar dan aan? Dit zijn 3 thema's waar de markt nog volstrekt open ligt, maar waar wij ook in Brabant heel veel kennis over hebben. En dat zijn de terreinen waarop wij bedrijfsleven en kennisinstituten bij elkaar willen brengen om die ontwikkelingen te stimuleren. Ook omdat we ook willen houden op de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar de toekomst toe. De energieagenda van de provincie Noord-Brabant is hard nodig. We weten allemaal dat de fossiele brandstoffen eindig zijn. En we weten ook allemaal dat we energie heel erg makkelijk en comfortabel vinden in onze woningen, in alle gebouwen waarin we werken. Energie wordt naar de toekomst toe doordat die fossiele brandstoffen schaarser worden, duurder. We willen daar niet van afhankelijk zijn. We willen ook naar de toekomst toe kunnen beschikken over energie. En dat is de reden waarom we als provincie nu hebben gezegd, wij gaan inzetten op duurzame energie. En u zegt dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het is uiteindelijk ook goed voor de werkgelegenheid. Ja, dat is zeker ook enorm van belang. En als het goed is voor de werkgelegenheid en voor de bedrijvigheid, dan krijgen we straks ook producten die betaalbaar zijn. En dan gaat het met het klimaat en met onze energie ook heel goed komen. De rol van de provincie is ondersteunen, coördineren, partijen samenbrengen en waar nodig meebetalen. Want voor Brabantse bedrijven en organisaties is veel te halen. Vraag is nog wel waarom Brabant inzet op zonne-energie en niet bijvoorbeeld op windenergie. Brabant is anders dan Flevoland, een provincie die landschappelijk er anders uitziet. En wij maken natuurlijk ook inpassingsafwegingen. Het is een ruimtekwestie dus. Ruimtekwestie, ja. Er zijn delen waar het prima kan en zijn delen waar het niet zo goed van toepassing kan zijn. Uiteindelijk zorgt het energieplan voor belangrijke veranderingen in en vooral ook buiten Brabant. Bijvoorbeeld meer huizen met zonnepanelen, oplaadpunten voor elektrische auto's en plastic tassen gemaakt van aardappelzetmeel. En liefst allemaal gemaakt in Brabant.